Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de campaign van Call of Duty Modern Warfare 3. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer hebben we gezien dat Vladimir Makarov is ontsnapt uit de gevangenis en dat tegelijkertijd de haven in Irkutsk werd aangevallen en dat de raketten zijn gestolen. Gelukkig waren we net op tijd om GPS-trackers op de containers van de raketten te plaatsen en kunnen we ze dus ook gaan tracken. Maar, heb je er opnieuw weer zin in? Ram er natuurlijk kaart op like om straks super gaaf vinden. Bedankt allemaal voor het intunen, bedankt allemaal voor de support en we gaan rechtstreeks verder naar de volgende missie. Милена. С возвращением, Владимир. Ты создала для нас армию? Дело выгодное и правое. My comrades, we stand reunited! For your efforts in my absence and our success today, I offer you praise. И наказание. Иван, из-за того, что ты отверг мой план, мы потеряли драгоценное время. Время решает все. Командир, я принял правильное решение. Каждый несет ответственности за свои ошибки. Вау! Андрей, ты доказал свою преданность. Теперь ты, моя правая рука. Спасибо, командир. My fellow warriors, I wasn't here, but I was always with you. Since then, our enemies have grown stronger. The ULF has stolen back control of Uzbekistan. The time has come for us to show them the meaning of true power. This is a battle of perception. A lie flies, while the truth only crawls. If you control what people believe, you control the world. This is our weapon. And we will use it as a tool of war to restore glory to Russia. The real Russia! The West, they love their choices. They will have only one. To respond. On our terms. Каждая секунда на счет. When Makarov escaped, he mobilized his army on multiple fronts. Kony group hit the Uzbekistan port before sunrise. Farah was there. She hurt? Negative. Her team engaged, took casualties. Left Kony with a kill count of her own. Good on you, Farah. What'd they get from the port? A shipment of American missiles. Kony's got their own missiles. What does Makarov want these for? We need to find out. I'm tracking them now. Once I get a fix, we'll action it. You said multiple fronts, Laswell. Give us a target. Kony forces are converging on a nuclear power plant in Uzbekistan as we speak. Is the plant active? Abandoned when the ULF beat Barkov. Then what's there? All four of you, as soon as you can. Right. Ghost and I are wrecking the plant. Soap and gas secure the perimeter. If Makarov's going nuclear, we'll stop him in his tracks. Solid copy. Let's get after it, Bravo. Wij hebben de missiebriefing gekregen. En we gaan dus naar de nucleaire plant. Om daar het leger van Makarov te stoppen. En je zag hoeveel troepen die bij zich had. Dat is echt bizar. En je zag ook meteen hoe gewelddadig die is. Maar daar gaat het pakketje. En erachteraan gaat het beste team springen. Oftewel, ons eigen team met z'n vieren sterk. We moeten goed gaan kijken waar we gaan landen.
Want het is hier namelijk heel erg druk. ISR is overhead. Be advised, Kony has 3 helos on the ground, locations marked with orange smoke. Extract points for the nuclear material. Affirmative. These helos are your primary targets. Destroy them and we can keep this threat contained. Roger. Moving to Overwatch. Er liggen in de map ook heel veel verschillende items verspreid. Je ziet hoeveel soldaten er om deze helikopter heen zitten. Maar er staan 3 helikopters hier verspreid. En het is ons doel om ze alle 3 uit te schakelen. Dus hier hebben wij een Mortar Strike. En op zich moet er op die manier al eentje worden uitgeschakeld. Ik neem die Sentinel het ook mee voor de zekerheid. Maar there we go. Er staan nog een paar soldaten omheen, maar die Mortar Strike moet dat wel gaan oplossen. Dus we gebruiken de zipline om aan de andere kant te komen. En ze hebben ons gezien. Ze moeten nu toch echt gaan schieten. Het is niet anders. De alarm gaat tegelijkertijd ook af, dat is logisch. Maar we schakelen ze gewoon rustig allemaal uit en daarna gaan we door naar de volgende helikopter. Want ik wil namelijk niet dat ze in één keer allemaal achter ons staan. Dus ik denk dat het hier nu clear is. Maar recht voor ons nog niet. Je zag hem al lopen hier op het dak. Ze staan overal hoor. Ze gaan er gewoon rustig doorheen. Aan onze linkerkant bij de oranje smoke staat een helikopter. Maar aan onze rechterkant bij de oranje smoke staat nog een helikopter. Ik zie ook al verschillende soldaten op het dak staan. Daar zijn ze nog naar ons op zoek aan het gaan. Maar er ligt hier ook een care package op het dak. Dus ik wil heel even kijken wat erbij ligt. Oh! Ze hebben ons gespot. Dat was ook niet het allerslimste. Maar laat ze maar komen, joh. Hier zit een nieuw wapen, dus die neem ik mee in plaats van een pistooltje. En hier liggen nog molotovs. Ammo kunnen we bijvullen. Ze gooien granaten op ons. Maar die bomdrone is heel handig om te hebben. Want daarmee kunnen we namelijk heel makkelijk die helikopter opblazen. Ik loop er even omheen. Ik ga er niet recht op af, want ik weet namelijk niet hoeveel personen er omheen staan. Maar als ik vanaf hier onze bomdrone kan inroepen, dan vliegen we daarmee gewoon naar de helikopter. En dan is hij al heel goed geraakt. Hij is nog niet ontploft. En laat ze maar op ons afkomen. Copy 6, take it out. Six, another helo is near your location. Multiple coning on target. Ik heb ook nog C4. Er staat een helikopter daar nog op het dak. Dat is niet de helikopter die we kapot moeten maken. En ze schieten nu al precies op ons. Laat de C4's maar oploppen. Nice. Ik heb meteen weer nieuwe meegenomen. Boy, zo, er zat gewoon in naast ons, joh. Ik ben blij dat hij sloeg en niet dat hij schoot. Dan hadden we het namelijk niet overleefd. Een van hun zat de hele tijd met een RPG te schieten, dus ik hoop dat ik die heb uitschakeld. Maar dit is wel gekke werk hoor. Heel snel nieuwe armors poppen. En dan kunnen we weer door. Er was een helikoptertje verderop geland. En er zaten heel veel soldaten in. 07, any change in radiation? Negative, watcher. Doesn't make sense. It should be in the reactor by now. Bell is off. Door sealed. Let's keep it that way. Maar heel slim zijn ze niet op deze manier. Oké, okay, laten we snel doorlopen. We moeten nu helemaal naar de andere kant van een nucleaire plant. Lijkt mij het beste om hier de trap te beklimmen, zodat we een klein beetje high ground hebben. Zodat we dus ook even kunnen gaan scopen wat de situatie daar is. Oké, okay, die zijn uitgeschakeld. Die suppressor is heel fijn, want ze hebben geen idee van waar ik schiet.
Maar ik ga helemaal het dak op. Hoe hoger, hoe beter. Ik zie er ook nog heel veel supplies liggen. Dus misschien kunnen wij opnieuw een scorestreak vinden. Of een sniper. Dat is nog beter. Kijk, dat is eigenlijk gewoon perfect. Awesome. Dan gaan we ze gewoon allemaal één voor één neerschieten. 21 kogels hebben we erin zitten. 7 per ammo clip. En er komt ook een helikopter aan. En die kan nog wel eens voor problemen gaan zorgen. Ik ga het gewoon proberen hoor. Ik weet niet of dit gaat werken. Maar... het werkt hoor! Oh, die was beautiful! Oké, in dat geval... kunnen we hier naar beneden gaan. Is dit opnieuw een bomdrone, wat ons heel goed kan helpen. Maar we moeten echt blijven opletten hoor. Een stealthbomber, wacht eens heel even. Ik kan die stealthbomber letterlijk... hier eroverheen gooien. Dan moet ik wel een klein beetje naar achteren en dan hoop ik... dat de bommen raak gaan, maar dat is altijd... een goede vraag. Wow. En hebben we hier zelfs een RPG. Die is één keer geraakt. En die is ook helemaal ontploft. Dus ik neem weer terug de sniper mee. Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Er liggen nu granaten naast me. Heel snel een nieuwe ammo clip erin. Er zit ook een Humvee om me te schieten. Dus ik switch heel even terug naar de RPG. Dan kan ik die namelijk zo snel mogelijk uitschakelen. Want dat is natuurlijk foute boel. Terug de sniper in de handjes. Heel even kijken. Waar ze naartoe aan het lopen zijn. Want ze proberen granaten om me te gooien. Maar we kunnen het beste gewoon naar ons objective gaan. We gaan gewoon terugtrekken nu. Ik heb ook geen armor plates meer. Dus dat is wel lastig. En ze weten precies onze locatie. Dus laten we weer terugrennen waar we vandaan kwamen. En dan moeten we hier beneden zijn. Cornelo. Copy 6, that's your entry point. En ik moet echt... ja, armor place, dankjewel. Dat is perfect. Snel aanpoppen. Copy that. Oh, pas op. Ik wou net zeggen, ze weten nog waar we zijn. En die granaten gooien gewoon niet op zichzelf, hè? Zag je dat? Hij moest er zelfs voor wegrennen. Ja, de ruimte hier sluit. Onze verbinding die valt ook weg, omdat we nu deze ruimte ingaan. Zet hem ons door. Ze storten naar beneden, ze storten naar beneden. Ze zijn die helikopter aan het schieten. Boy, yo, dit gaat fout. Ik weet niet wat ze willen dat wij doen, dus ik wacht heel even. En ze gaan ons komen helpen. Ik weet niet hoe lang ik het hier ga volhouden, maar we hebben goede cover. Ja, hoe lang nog jongens? Uh-oh, ze komen niet echt via alle kanten. Ik heb hulp nodig.
Staan ze boven? Ze staan boven, ze staan boven, dankjewel. Ik moet gaan rennen. Oei, wat is dit joh? Snel naar boven, Price. Grab my hand. Got it. We got you, Cap. Dat ging bijna fout. Cap. Cap. Stay with us, sir. 6-2 to watch out. We need medevac now. Hij leeft nog. Morning, sir. Soap. Take it easy, Cap. You beat the gas, but he still needs some time to recover. I'm fine. Got a headache, nausea? Always. He's good. Was worried your face was gonna melt off like those other poor bastards. Ask me, it'd be an improvement. Dankjewel, Ghost. Conley got away with the chemicals. Affirmative. Makarov has been out of prison for 6 hours and he's already ahead of us. The fuck is in that gas? Remnants of Barkov's program. Sorry. Highly concentrated. Far more lethal. One pod contaminated the whole area. They made off with enough to kill a whole country. Right now, he's in Farrow's backyard. We've got to find her. Laswell, it was chemical weapons. Makarov has highly concentrated sarin gas. Did you secure it? Negative. Captain almost died trying. Where is he? I'm here, Laswell. Where are the missiles? I've tracked Farrow's missiles to an abandoned bunker complex. Built during the Cold War. We know those bunkers. So does Farrow. Why does Coney need a silo for portable missiles? Exactly. We'll split up. I'll be with Farrow just off the X. We'll spread out and sweep the complex. Get those missiles back. Good. I'm heading to Arklov to meet a contact who may be able to help us. Kostovian military base. How are you getting in there alive? Carefully. I'll report back when I'm able. I'll see you on the other side. Good hunting, Bravo. Thank you, well, Laswell. At the rally point, what's your status? On target, Charlie. You got Alpha Kilo takes Bravo. Roger. Stand by. For fuck's sake, Farrow. Head on a swivel, old man. Russia's back in Kazakhstan. Contractors. The Kony Group. Pulled a stash of chemicals from up north yesterday. Stole my missiles at sunrise. All less than 24 hours after Vladimir Makarov walked himself out of a prison. Works quickly. Well, he's making up for lost time, isn't he? Let's move. Who sent you the missiles? Shadow Company. Shadow Company don't have that kind of firepower. They're errand boys with tac vests. They're allies. They carried out a hit on my men. Commander Graves did this. Yeah, well, he had his orders, yeah. From who? General Shepard. Did Shepard send you those missiles? My weapons are my business. He's a very dangerous man, Farrah. We are all dangerous, Captain. Look. I never want to lie to you, but I can't tell you everything. What you call classified, I call secrets. My country is under siege again. My brother warned us. We're just gonna go a lot deeper than Kazakhstan. Well, then let's help each other. Like always, I hope you trust me. Implicitly. Good. See you on the other side. Wij vertrouwen Farah, maar vrienden zijn we zeker niet. Want het lijkt erop dat ze de raketten van Shepard heeft gekregen. Shepard staat aan de verkeerde kant. Kilo set. Copy. Your drone's on the station. You and Farah have the con. No missiles inside. They're in the bunkers then. Maar welke bunkers? Marking now. You'll need the keycard to get in. Dat is onze entree. Roger, Red Beret. I spotted one near the steel building, north of the entry. Red Beret, that's my target. En iemand met een rood hoedje op is de persoon met de keycard en is ook de persoon die wij moeten gaan uitschakelen. Good. Track
Acumen get his key card. Use it on the door for entry. And you? I know another way in. Copy. Well, stay on comms. I'll see you inside. We staan er zo goed als alleen voor, want Farah die gaat via een andere ingang naar binnen. The field may conceal your movement. Right. Silent, violent. Nou, ik zie al twee soldaten hier voor ons. Six. Drone still up. Use it if you need it. En we hebben niet een echte sniper, maar een ABR-14. ULF fingerprints on the base. Makarov's launching a false flag attack. Those missiles are gaat hij doen? He's pinning it on far in the ik ben hem kwijt. He wants the world to think I'm the enemy. We need to find out what the target is before it's too late. Ik zie hem. Het gaat dus lastig worden, want niet iedereen is ook in één kogel neer met deze EBR-14. En als het alarm afgaat, dan komen ze allemaal achter ons aan. Sniper up on the tower. Your call. We moeten hem uitschakelen. Dank u wel. Coney's guard in the main gate. Search the perimeter. There may be another way in. We kunnen het beste niet via de vooringang, want dan worden we 100% zeker gespot, maar pas op. Ze zitten echt goed op te letten hoor. Ik zag er daar achter die muur nog twee lopen. Het is niet dat we heel veel dekking kunnen zoeken hier. Maar daar is wel een andere ingang naar binnen. Als het nodig is kunnen we ook nog controle nemen over de drone. Dus dan kunnen we vooruit scouten en ik denk dat dat nu wel handig is. Want hier voor ons stond... Jawel. Zit ook iemand in het gebouwtje. Oké, perfect. En vanaf daar kunnen we doorlopen. En dan zijn we dus binnen. Maar ik heb nog niemand gezien met een rood hoedje. Clear the perimeter. Copy. Find the captain. Get his keycard. Be advised. Soap and Ghost are in. Spotty signals on the ground. Copy. We find the missiles and relay when we can. Check. Het ging nog goed. That's one more. En ik weet dat het daar bij die pick-up truck nog een paar stonden. Kijk, één ligt eronder. En twee lopen ernaast. Dus het gaat lastig worden, maar ik moet wel mijn shot nemen wanneer het mogelijk is. Another one down. En dat was nu. Alle drie down. He's down. Ik wil eigenlijk naar die bunker roteren. Maar daarvoor moet ik er hier even helemaal omheen lopen. Want anders gaan we 100% zeker gezien worden. Dus we nemen onze tijd ervoor en... Oké, ze hebben ons gespot in het gebouw. Oké, laat ze maar komen. Het was te verwachten. We moeten opletten, want ze hebben ook armor aan. Niet allemaal, maar heel veel wel. En we zitten hier nogal goed hoor. We hebben hier goed koffer. Van de raket die hier onder de grond zit. Maar ik moet een beetje op mijn ammo letten, want we hebben niet onbeperkte kogels. En hij heeft een rood hoedje op. Dat is dus de captain. Zo, hij heeft de keycard. Ja, wat is je plan, joh, sukkel? Dat was zo dom van hem. Oké, we gaan naar de captain toe. De weg is redelijk vrij op dit moment. Want ik had hem hier ergens neergeschoten. Is dit hem? Ja. Dank u wel. Captain, you
Meteen ook nieuwe ammo. En we gaan ervoor. Even links blijven spotten, want als er nog eentje leeft, dan moet hij daar ergens rondlopen. Maar ik denk dat we iedereen hebben. Dus we gaan de bunker in. Keycard werkt. En we zijn binnen. Waar oh waar zijn de raketten? Ik ga een wapen van hun meenemen hoor. Met het pistooltje. Kunnen we niet bezig blijven. En... Oh, het was kogelvrij glas. Dit meen je niet. Wat denk je dat ik mijn wapen ga laten droppen? Oh! Let's go, Farah! Dankjewel. Ze zei dat ze een andere ingang wist. En dat is er nog gelukt ook. Oké. Okay. Granaten en flesgranaten mee. Even snel wat extra ammo meenemen. En dan zijn we er klaar voor. Ik heb een granaat teruggegooid. Dus dan moet hij wel uit zijn koffer komen. En we doen dit rustig aan hoor. Die granaat gaat mis. Gewoon heel veel wachten tot die is ontploft. Dankjewel. Wat een gek, joh. Hij schoot er gewoon omheen. Maar ik heb hier iedereen. Dit is heel tricky waar we nu mee bezig zijn. Oh, die zit op slot. Ik dacht, ik beuk hem in. Ze weten nu toch al dat we er zijn, dus rustig aan. Heeft geen nut meer. En de kamer is clear. Mooie granaten, vriend. Ze gaan alle twee mis. Waar, oh, waar zitten ze op ons te schieten? Daar. Zit er daar nog één achter? Weet je wat? Gooi twee stunnings naar binnen en dan zijn we ook echt binnen. We moeten wel snel te werk gaan, want anders werkt de splash al niet meer. Wow, wat gebeurt er? Ze gaan de raket lanceren. Ze weten dat we er zijn. En ze armen nu de raketten, vandaar ook dat het helemaal hier trilt. Kijk uit. Ik had het daar even niet verwacht. Ik heb twee stunnings naar binnen gegooid. Oké, hier is het helemaal clear. The launch platform is on the other side of this door. Copy. It's locked. Uh-oh. Ja, ik blijf hier wachten. Hoor hem niet goed. Fucking hell. Doors open. Top. Ik hoef helemaal niets meer te doen, joh. Let's go, Farah.
Hier staat één van de raketten. We weten dat ze er twee hadden meegenomen, maar... They're going to launch it, Captain. Fuck. 06, come in. Captain, you copy? Go for 6. Cody's put Makarov's chemicals into the warhead. Oh, shit. They're gonna launch. My missiles. My flags, my country. He wants the world to think you did this. If these missiles launch, they will. The chemicals. This missile has them too. Farah. These are your missiles. There has to be a way to disarm it. There is. Get on the control box. We can do this together. Wij moeten deze raketten stoppen, want Makarov doet het net lijken alsof Farah de raketten lanceert terwijl hij erachter zit. Ready. Stand by. Dus dat is zijn hele plannetje al die tijd geweest. It's too late to disarm. We have to let it launch. What? What? Close the blast door and detonate. We're turning the chemicals in a bunker. Yes. Get to the surface, find the blast door controls and close it. Slim, slim. Where will you be? I'll get to a safe position and hold the launch as long as I can. Oh, now. Wij moeten dus de deur gaan sluiten, zodat de raket niet kan opstijgen. Maar die hoorde ik, jongens. Laat ze maar binnenkomen, hoor. We hebben 3 minuten ervoor. Maar we kunnen er niet zomaar doorheen rennen. Want ze willen ons nog steeds dood hebben. Beetje bij beetje naar voren. Wow, ik ben blij dat ik hem net op tijd zag. Heel snel een nieuwe ammo clip erin, dat is een mega clip. 100 kogels. En die had ik net echt nodig. Wat is de target? Arklon base in Castoria. Oh no, dat is wel. Er is niemand hier. Snel naar boven toe. Kilo, send in now. Copy, go to the tower, get to the control. Cap, visual on a Coney Hilo incoming on your position. They're bringing in reinforcements. You need to move. Gespot. Ik moet even een armor plate poppen. Let's hold them. I'm holding on as long as I can. Together then. Tijd tikt nog steeds door, hoor. We hebben nog een juggernaut. Ik weet niet wat zijn plan was. Ik hoorde er volgens mij ook een naast me, maar... We moeten gaan. Staan er boven. Jeez, we zijn er. Doe hem dicht. De raket kan nooit opstijgen op deze manier, maar wat? Wat gaat Farah doen? Kilo. Farah, do you copy? Farah, can you hear me? Loud and clear, Captain. Detonation complete. Missile is dead. Chemicals contained. Right. Bravo, give me sit rep. We're too late, Captain. Cody surrounded the controls. Guys, what does he mean? 2 missiles. Launch him now from your northwest. Oh, fuck. No. No. Quiet! Er zijn dus alsnog 2 raketten opgestogen. Kijk. Laswell, are you there? This is 6 in the blind. We have 2 missiles incoming to the Arklov base. They have chemical warheads. If you are there, get out. Now. En Makarov heeft dus die chemicaliën in de warheads gestopt. En op die manier schakelen ze iedereen uit waar die raket ook maar landt. Maar daarbij ga ik wel weer deze aflevering afsluiten. We gaan de volgende keer meteen weer verder waar we gebleven waren. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. Mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk keihard blijven. Zou ik super gaaf vinden. En hopelijk ook weer tot de volgende aflevering van Call of Duty Modern Warfare 3. Bye bye mensen.